Agnes Jongerius en Nick-Jan van Kesteren. Daar bent u. Agnes Jongerius, ja, in dit publiek behoeft u bijna geen introductie. Oud-voorzitter van de FNV. En volgens Alexander Pechtold, hij noemde u ooit de echte minister van Sociale Zaken. En dat was niet complimenteus bedoeld, nee. Nou, ik zou hem toch in de zak steken, ja. Nick-Jan van Kesteren, u bent lid van de, in de Eerste Kamer voor het CDA. En u bent oud-directeur van de VNO-NCW. En u wordt wel genoemd de ongekroonde koning van de polder. Met u ga ik het graag hebben over het poldermodel, want Agnes Jongerius en Nick-Jan van Kesteren, jullie kwamen elkaar tegen toen het poldermodel bepaald op de proef werd gesteld. Agnes Jongerius, kunt u kort schetsen, wat voor situatie was dat? We hebben het over 2009. Na mijn tijd. Ja, maar blijf vooral zitten, want... Heb ik niet meegemaakt. Wat voor een tijd was dat? Nou, dat was de tijd dat het moest gaan over de verandering van het pensioenstelsel. Sorry, als ik een beetje raar praat, dan komt dat omdat ik net bij de kaakchirurg geweest ben. Dus ik kan niet helemaal... Gaat heel juist voor de overwinning. Wat zeg je? Ik dacht hartstikke juist vanwege de overwinning. Nee. Dat is dat ik er voor de overwinning geen tijd voor had. Dus dat ik dacht, dat doe ik dan de dag na de verkiezingen wel. Het ging over de plannen van het daar weer volgende kabinet. Om de pensioenregelingen te gaan veranderen. Daar was... een overeenstemming in het kabinet dat zou moeten leiden tot een aanpassing van de AOW-gerechtigde leeftijd. Met heel veel kunst en vliegwerk was er afgesproken dat wij in de Sociaal-Economische Raad nog een alternatief voor die beslissing van het kabinet mochten verzinnen. Een half jaar tijd, hè? Wij kregen een half jaar de tijd. En dat is spectaculair mislukt. Ja. En meneer Van Kesteren, u kwam elkaar tegen, wij als eenvoudige journaalkijkers en krantenlezers. Wij zagen dan de officiële gesprekken klappen of daar werd daar het woord over gevoerd. Maar hoe ging dat onderling? Gaat het dan zo dat jullie elkaar ook nog s'avonds aan de telefoon hadden of nog eens samen gingen eten? Nou, we hebben eigenlijk steeds wel contact gehad. Ik heb ook met Wilna Wint heel veel daarover gesproken. Wie was dat? Nou, dat was een hele belangrijke, zo snel word je vergeten. Er was een hele belangrijke mevrouw in de FNV die de onderhandeling deed. Agnes was voorzitter en die stuurde dat wat meer op afstand aan. Dus ik heb met Wilna met name ook veel contact gehad. En later samen met Agnes en Bernard Wintjes, die toen voorzitter was. Maar ja, weet je, die gesprekken die gaan natuurlijk eigenlijk permanent door. Er wordt heel veel gebeld, heel veel... Ook met het kabinet gesproken. Het is eigenlijk net als wat er nu gebeurt rond het pensioenakkoord. Het is nou 10 jaar geleden allemaal zo'n beetje. En volgens mij praten we nog steeds over dezelfde dingen. Ja. Met wat hiccups. Maar hoe gaat zoiets? Ja, kijk, ik herinner me een paar dingen. Heel veel overleg in het Catshuis. En het was toen het kabinet met Wouter Bos ook, en Donner zat toen op Sociale Zaken. Donner op Sociale Zaken, ja. En er was een kabinet waar de mensen elkaar absoluut niet konden verdragen. En die sessies op het Catshuis waren ook werkelijk buitengewoon snijdend. Ook in de persoonlijke sfeer, gewoon in de sfeer van overleg. Veel katten onderom elkaar, en Donner en Balkenende en Bos, dat kon je bijna niet meer aanzien. Als je gewoon gewend bent, zoals wij, om altijd netjes met elkaar om te gaan. Wat er ook gebeurt. En nou ja, het was vreselijk. En ik had op een gegeven moment een afspraak met Wilna. We hadden al heel veel vooroverleg gehad. En Donner, ik weet niet meer precies het punt waar het over ging, maar die wou niks. Maar toen dacht ik, nou weet je wat, dan moeten we het zo doen. Dan gaan we met het kabinet praten. En dan moeten we Donner isoleren, want als iedereen erbij zit, de Balken en de Bos en nog wat mensen, dan als die nou alleen staat, dan moet hij wel worden gevolgd. Dus ik ben op een gegeven moment, hebben we gewoon het ene punt gekozen waar Donner niet op wilde bewegen en zeiden van dat is voor ons een halszaak. Nou, dat is toen moest hij wel meegaan en toen ontstond er ook weer wat ruimte voor het overleg. Ja. Dus dat was,
dat was wel goed. Ja, en verder, dat was goed tactisch gespeeld. Nou ja, ja, uiteindelijk wel. Kijk, als iemand echt niet wil bewegen, dan moet je op een gegeven moment toch tot krassere maatregelen overgaan. Dus hij vond het heel vervelend. Hij kwam naar me toe in de gang en zei, wat doe je nou allemaal? Wat is dit? Je zit aan de kant van de vakbeweging, zit je mij een beetje... Hè? Nou ja, dat had ik wel, dat moest toen gebeuren. Ja. Maar ja, dat was wel een bijzondere, vond ik wel een bijzondere ervaring. Achter Jongerius, het poldermodel betekent uiteindelijk altijd een soort common ground vinden, waar je elkaar vindt en blijven praten. In dit soort omstandigheden, als de sfeer naar is en mensen staan tegenover elkaar, hoe hou je dat dan vol? Ja, hoe hou je dat vol? Door je ogen op de bal te houden en te denken, ik wil er wel een keer uitkomen. Hè? Dus het vraagt wel enige uithoudingsvermogen. Donner was overigens een speciaal, die vond ik inderdaad ook een heel moeilijke minister, omdat hij normaal, als je afspraak naar de volgende, dan ga je er toch vanuit dat als je in dat gesprek iets afgesproken hebt, dat je in het volgende gesprek daar weer gewoon op kan voortborduren. Ja. Maar Donner was er een van de soort die dan de volgende dag gewoon weer op plek nul begon. Ja. En dat maakte het dus zeer langdurige onderhandelingen. Het was ook ingewikkeld, inderdaad. Ik bedoel, misschien waren onze verhoudingen toen nog wel goed, maar in het kabinet niet. Ik herinner mij dat ik een keer onderweg naar een volgend overleg met Donner Wouter Bos aan de telefoon had en die zei tegen mij, slaap op zijn bek. Wat ik dacht, nou, gezellige collega's hebben we hier te pakken. Maar toch is uiteindelijk denk ik de kunst, je moet een beetje inderdaad bedenken waar je uit wil komen. Een van de trucs die Lodewijk mij, mentaal pas ik hem toe, maar Lodewijk mij geleerd heeft, die zei, je moet altijd in het overleg op de voorkant schrijven wat je wilt binnenhalen en op de achterkant van het velletje wat je ondergrens is. En dan kan je af en toe in het gesprek ook nog kijken of je ondergrens nog binnen bereik is of dat je daar al ver overheen bent. Een hele praktische tip. Dat is een hele praktische tip. Maar ik denk ook dat het zo werkt, want de neiging is om, wanneer je in het gesprek bent en je denkt, ik moet er toch uitkomen, dat je over je eigen ondergrenzen heen gaat. Dus jezelf mentaal blijven herinneren, wat is mijn ondergrens? Ja. Dat helpt zeker wel, ja. En Lodewijk de Waal, dat poldermodel, past dat bij u in stijl? Zeg maar ja. Ik denk het wel. Ja. Ja, ik wil er wel graag uitkomen, maar niet ten koste van alles. Het poldermodel is natuurlijk niet een doel op zich. Het is een middel om iets te bereiken. En als middel om iets te bereiken is het... Maar er zijn veel mensen die dat als een soort heilig ideaal zien. Dat heb ik nooit zo gehad, maar het is... Ik vond altijd, zoals we in de Stichting van de Arbeid opereerden, dat begrepen ze in het buitenland niet. Dan zaten wij, de werkgevers en werknemers, zaten aan de ene kant, het kabinet zat aan de andere kant. Dat was een model, dat gaf het model eigenlijk al goed weer. Dat je probeerde eerst onder elkaar overeenstemming te bereiken, dat vond ik een goed systeem. En dan probeerde je dat te vechten op het kabinet. En dan sta je ook veel sterker. Dus dat is wel een goed, maar dat lukt niet altijd. We hebben ook wel tijden gehad dat we elkaar niet konden luchten of zien. Ja. En dan is dat poldermodel even weg. Maar als u zegt, ja, het is geen ideaal, maar meer een soort modus operandi. Is dat wel altijd een gedeelde streven? Laten we er met het poldermodel uitkomen. Laten we die route bewandelen. Nou, je probeert er altijd uit te komen door overleg. En dat gaat in andere landen wel eens heel anders. Wij hebben ooit de Bertelsmanprijs gekregen. 300.000 D-mark voor het beste model van de wereld. En dan kwam je in Duitsland. Ik weet nog wat het was met Hans Blankert. En dan vroegen de Duitsers of op de foto wilden. En die verwonderden zich over die je gezamenlijk op de foto durfde. Want dat zou in hun land absoluut een rel geven, zowel bij de werkgevers als bij de werknemers. En ik weet niet of Alexander het zich nog herinnert. Ik heb me wel eens verteld dat hij het met een Engelse collega over het overleg had in Nederland. En dat wij dus, dat ze samenwerkten met de vakbond. En dat hij hen aankeek alsof die, of Alexander had voorgesteld naar het bordeel te gaan.
En dat zijn wel andere verhoudingen. En dat hebben we in Nederland eigenlijk niet gehad. Nee. We hebben altijd wel het basale idee gehad dat je er samen uit moet komen. En dat vaak het kabinet een beetje de tegenstander is. Ja. En ik heb het idee dat dat nu ook zo is eigenlijk. En meneer Verkestre, ik las een artikel van uw hand waarin u zei, ja, het pollenmodel is niet dood, maar wel ziek. Ernstig ziek. Ernstig ziek zelfs, ja. Nou, op dit moment gaat het geloof ik weer wat beter. Dat, wat u nou citeert, dat heb ik 1,5 jaar geleden gezegd. Toen was het ook echt heel lastig. Maar als ik goed luister, en dan denk ik dat het overleg over de pensioenen en zo, dat dat toch wel weer een beetje begint op te leven. Maar u haalde daar ook de tijd bij, dat de tijd waarover we nu spraken, er eentje was van pragmatisme en overleg en dat... Ja, maar kijk, pragmatisme is toch wel een heel erg Nederlandse eigenschap. Ik zat van de week in de Eerste Kamer en er werd de klimaatwet behandeld en er zaten 6 partijen van alle richtingen eigenlijk achter de tafel die gezamenlijk zo'n die wet behandelden, verdedigden. Dus Jesse Klaver en alle. Toen dacht ik ook van ja, kijk, die kan natuurlijk heel somber zijn soms over wat er allemaal gebeurt in een land. En de klimaatwet is nou niet het eerste waar ik nou voor op de banken zou gaan staan, maar het idee dat mensen gezamenlijk toch in een situatie waar maatregelen noodzakelijk zijn samenwerken, vind ik wel, vond ik hoopgevend. Met andere woorden, pragmatisme zit wel erg in ons systeem. En ik heb ook altijd in de tijd dat ik dit werk deed, ben ik altijd uitgegaan van van het feit dat ik kwam op voor de werkgeversbelangen, maar als je goed je werk wil doen, moet je vooral goed je denken vanuit de ander. En luisteren is belangrijker dan praten in dit vak. En ik stel de vraag ook nog even aan Agnes Jongerius. Het poldermodel nu, hoe is het eraan toe? Ja, volgens mij gaat het bij de vraag of de polder een oplossing kan aanreiken, ook over het machtsevenwicht tussen de vakbond en de werkgeversorganisaties. En naar mijn idee loopt het poldermodel goed als iedereen, als beide kanten denken, we moeten samenwerken, want dan komen we beter uit. Als bij de werkgevers, en ik denk dat dat zeg maar de situatie was van 1,5 jaar geleden, het idee bestaat dat ze makkelijker op eigen toft, op eigen kracht, hun eigen agenda binnen kunnen halen, dan snap ik dat je als vakbond denkt, ja, waarom zou ik in dat driehoeksoverleg investeren? Zie je dat die machtsbalans er niet is. En ik hoop oprecht dat die er nu wel is. Het zou mij een lieve ding waard zijn om meerdere redenen als die pensioenkwestie een keer opgelost werd. Dan verdwijnt mijn naam verder ook uit de boeken op dit punt. Dat zou ik echt op prijs stellen. Maar dat vraagt dus inderdaad wel dat beide partijen denken, zonder elkaar komen we niet zo ver als dat we met elkaar zouden kunnen komen. Ja, gaat gaan. Over dat poldermodel nog even. Het meest ideale moment van het poldermodel is voor mij geweest het flexakkoord. Toen het kabinet, ik zie Ad Melkert daar zitten, die is daarmee de schuldig aan. Toen het kabinet ons 3 maanden de tijd gaf om een oplossing voor een aantal problemen te vinden. En toen zijn Nick Jan en ik eigenlijk tot de conclusie gekomen dat dat de kans was om het model weer nieuw leven in te blazen. En dat is ook gebeurd. Dus dat was, even los van wat je van dat akkoord vindt, was een typisch staaltje van hoe het poldermodel zou kunnen werken. Waarbij sociale partners, dat is overigens ook een term die ze in het buitenland niet begrijpen. Sociale partners, dat je partner bent, dat zien ze niet. Maar waar sociale partners een probleem voor het kabinet op kunnen lossen. Ja. Oké, hartelijk dank. We laten het hierbij. We praten straks nog verder over het poldermodel.